Welkom bij Rotterdam Onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. In deze aflevering: werkzaamheden op de Doenkade, de Erasmusbrug, de A20 bij het Schieplein en de Beierlandse Laan. Op de Doenkade werkt de provincie aan de aansluiting naar de A13. Hierdoor zijn de op- en afritten van en naar de N209 op verschillende momenten afgesloten. De oprit vanaf de N209 naar de A13 richting Den Haag is afgesloten tot eind maart. De omleidingsroute loopt via de N471, de N470 en de toerit bij Delft-Zuid. Het verkeer vanuit Rotterdam-Noordwest en de Spaanse polder rijdt via de A20 en het Kleinpolderplein naar de A13. Afrit 11 vanaf de A13 naar de N209 is tot en met vrijdag 6 maart iedere avond en nacht afgesloten. Daarnaast is deze afrit het hele weekend afgesloten, vanaf vrijdag 27 februari 8 uur 's avonds tot maandag 2 maart 5 uur 's ochtends. Verkeer vanaf de A13 naar Rotterdam De Heek Airport kan omrijden via de A20 en Spaanse Polder of de GK van Hogendorpweg en de N209. De oprit vanaf de N209 naar de A13 richting Rotterdam is van maandag 23 februari tot en met vrijdag 27 februari 's avonds en 's nachts afgesloten. Deze afsluiting is van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Omrijden naar Rotterdam kan via de N209 en de GK van Hogendorpweg of via Spaanse Polder naar de A20. Deze week wordt één nacht gewerkt aan de Erasmusbrug. Van donderdag 26 op vrijdag 27 februari is de Erasmusbrug vanaf zuid naar noord niet bereikbaar. Het autoverkeer kan omrijden via de Willemsbrug. De afsluiting begint om 10 uur 's avonds en duurt tot 5 uur in de ochtend. Tot en met vrijdag 27 februari is de toerit vanaf het Schieplein naar de A20 richting Gouda 's nachts afgesloten. De afsluiting begint iedere avond om 9 uur en duurt tot 5 uur 's ochtends. Omrijden kan via de A20 richting Hoek van Holland, waarna gekeerd kan worden bij afrit 12 Spaanse Polder. Op de A20 in de richting Gouda is de afrit naar Krooswijk in het weekend afgesloten. Afrit 15 is dicht vanaf vrijdag 27 februari 9 uur 's avonds tot maandag 2 maart 5 uur 's ochtends. Het verkeer naar Krooswijk neemt de eerdere afrit 14 bij het Schieplein en rijdt via de Gordelweg. In Rotterdam-Zuid werkt de RET tot eind februari aan de tramsporen op de kruising van de Randweg en de Beierlandse Laan. De kruising is hierdoor gedeeltelijk afgesloten. Het autoverkeer vanaf de Groene Hillendijk rijdt om via de Randweg en de Polderlaan. Het verkeer vanaf de oostelijke kant van de Randweg kan omrijden via de Riederlaan naar de West-Varkenoordseweg en de Colosseumweg. Dit was Rotterdam Onderweg. Tot volgende week.